Dit heeft een radius, zeg maar dezelfde ronding als de bolling van de achterkant. Dat heb ik overgezet op dit plankje. En voor het maken van de braces heb ik kwartiers gezaagd mahonie gebruikt. En als ik dat nu op dit stopje zet, dan kan ik precies, zeg maar, de maat van de braces aftekenen in de bolling van de achterkant van de gitaar. Dat doe ik dan twee keer, dan heb ik genoeg voor een tweede gitaar. Als ik er toch bezig ben, dan zaag ik gelijk meerdere helften. En dit is voor, zeg maar, de bovenkant van de gitaar. En de lange lengtes die zijn voor de onderkant van de gitaar. Dus heb je de upper bout, lower bout, heb je meerdere stukjes van. En dit is het resultaat van een half uurtje mahonie zagen, kwartiers gezaagd. Dus het lijkt allemaal simpel, maar het moet allemaal wel volgens een bepaald plan. Radius gezaagd. Heb ik hier een 15 voet rolling, als het ware, 15 voet radius. En dat is precies dezelfde radius als de achterkant van de gitaar. Dus als ik dan deze op deze manier stuur, ik hou ze goed kaarsrecht, anders dan is die getild, zeg maar. Dan heeft hij op een gegeven moment de juiste radius, die dan past aan de binnenkant van de gitaar. En als je dat dan lijmt, en die platte kant, die wordt hier tegenaan gebogen. Als die lijm uitgedroogd is, dan blijft die ook zo bol staan. En daar zijn die braces voor. Braces heet het. Dus nu is de kwestie van gewoon eindeloos lang sturen. Tot ze allemaal de juiste radius hebben. En dat check je. Deze is ook 15 voet radius. Dus dat kan je dus weer checken door ze hier neer te zetten. En dan zie je dat hij al sluit. Dat is het voordeel van het maken van een aantal mallen. Dus dat je dat elke keer weer opnieuw kan gebruiken en elke keer dezelfde maat hebt. En zo kan je elke keer checken waar die hoort. Klein beetje. Dat je over de hele lengte. Ja, die is goed. Dat is één. En dan stuur ik ze gelijk allemaal. Dit. Dus daar ben ik er wel even een uurtje mee bezig. Een mooie bolling. Maar dat is niet interessant om naar te kijken. En dit is hoe die eruit moet komen te zien. Als je dat schaaft en heel zachtjes opschuurt, dan is dat een hele mooie ronding. Dit wordt weer glad geschaafd met een klein bijteltje. Dan gaat dit er weer af, een stukje. Het wordt weer mooi glad. Maar zo had hij eruit moeten zien. En zoals je ziet, is dit fout. Want dit was de bolling. Foutje, bedankt. Even overnieuw. Maar ik had er gelukkig nog een paar gemaakt. Dus komt helemaal goed.